Ik heb een reetjesjasje aan. Het is eigenlijk een skibroek. Zoals mijn spinnetje. Ja. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is al reeds al heel lang alweer middag, want het is al op de klok 2:30. Die loopt wat achter. Dus het is denk ik al over 2:30. Ja, maar dat kan de pret niet drukken. Maar ik heb een regenjasje. En het is eigenlijk een skibroek, maar die gebruik ik als regenjas. Want hij geeft geen warmte, nee. Maar het is weer... het slechte weer in. Ja, niks aan dus. Maar die dames moeten er wel uit. Ja, dus dat gaan we weer eventjes doen. En ik wens jullie dus heel veel kijkplezier met hetgeen wat wij doen. En heb zelf ook veel plezier met wat jullie zelf gaan doen. Ik zou zeggen, het is vandaag trouwens, wat vandaag is het vandaag jongens, ik heb geen computer, niks. Sorry als mijn hand ervoor komt ergens, weet ik toch waar. Ik moet even kijken hoor, mouw even naar binnen. Zo, dat wil nog niet, jeetje. Nou, excuus. Het is dinsdag 5 oktober, ja dat is het. Dus ja, we gaan er gewoon vandoor. Want ja, gisteren was het virus ook zo, dierendag. Oh, hoe kan ik zo dom zijn? Maar ja, als je druk in je hoofd bent en dingen wil doen en waar je niet aan toe komt, weet je, omdat je dan wel weer wat markeert, zoals bij mij mijn hoofdpijn en dat je dan niet vooruit te branden bent. Maar ja, oké, het komt vanzelf al klaar. Ik laat jullie daar ook in mee genieten. Als ik straks terugkom, ik sowieso eerst van kanaal aan de gang. En dat hoeven jullie niet te zien, nee. Dat is de kattenbak even verschonen, ja. Dus ja, dat moet ook allemaal gebeuren. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon van goede moed. En geniet. Lieve vrienden, ik ben er weer even. Ja, ja, druk aan het werk. En daar ben ik weer blij mee. De keuken is weer lekker schoon. In de vaatwasmachine, die draait al. Ja, ja. En ik ben voor Kandalf al bezig geweest. Ja, dat had ik jullie ook al verteld, dat ik de kattenbak moest doen. Nou ja, dat hoeven jullie sowieso niet te zien, hè, nee. Nou, en ik heb mijn Halloween spullen meegenomen naar beneden. Zoals mijn spinnetje, ja. Yeah. En mijn spook heb ik ook mee, nou. Dat wil allemaal niet wat ik wil. En hier ga ik nog veel meer in. Dus ja, dat dus. En, ja, hoe kan het ook anders? Heb ik Karin aan de telefoon. Ja, en ik heb Jan even op bezoek gehad. Nou ja, jullie weten wie Jan is. Tenminste, hij komt niet dagelijks in mijn vlog of wat dan ook. Hij is één keer in mijn vlog geweest. En dat was op de beroemde dinsdag, de laatste dinsdag van de Juttertjesmarkt. Toen Jan van Dam ook uit Emmeloord overkwam. Speciaal daarvoor. En dat ik met Jan van Dam en Marianne Boon een terrasje hadden gepikt. En toen kwam hij toevallig net in mijn beeld. Ja, zijn eigen schuld, dikke bult. Ja, moet hij dat maar niet doen. Maar oké, die heeft mijn vloer dus gemaakt. Hij is nu bezig met mijn poort te maken. Hij heeft de planken weer ingespoten met lak, weet ik veel. Maar het is geen weer om te zagen. Het is geen weer om die poort verder af te maken of wat dan ook. Dus ja, met dit weer kan je buiten niet werken. Nee, alhoewel, ik heb er wel mensen buiten zien werken. Ja, sowieso. Bij de gracht, die lui allemaal. En ook bij een huis zag ik iemand op zijn knieën buiten op straat zitten. En die waren ook stenen aan het snijden of zagen, weet ik veel. Maar die waren eigenlijk binnen bezig, maar er moesten dingen buiten gedaan worden. Dus ja, hoe en wat? Ik zit dan lekker met dit weer. Ja, maar het moet wel gedaan worden, zei die. Dus ja,
Zo maak je het wel toch het een en het ander mee, maar je kan niet filmen alles. Nee, vooral met dit weer ga je buiten niet filmen. Tenminste, ik ben bang dat mijn telefoon er 1, 2, 3 niet tegen kan. En vooral met die hele grote dikke housebuien. En dat wil je zelf ook niet, want je wordt er helemaal nat erop. Of niet dan, Karin? Waarschijnlijk wel, geen idee. Oh, waarschijnlijk wel, geen idee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doen wij ook. En heb veel plezier.